Oké, dit is echt niet normaal. Ik ga deze video zo ontiegelijk veel packs openen. Want ik had laatst in een video gevraagd aan jullie of jullie wouden dat ik zeg maar een video ging maken. Waarin ik gewoon ziek veel van die nieuwe packs ging kopen. Team of the Season Gold Elite Pack zijn dat. Dat kost maar 3 tokens per pack. En dan heb je 10% kans op het Team of the Season. Maar aangezien ik momenteel 769 van die tokens heb, kan ik meer dan 250 van die packs openen. Dat is echt ziek insane. En ik had tegen jullie gezegd, als we de 3000 likes gaan halen, gaan we dat doen. En natuurlijk hebben we dat gehaald. Dus ik ga nu gewoon een video maken dat ik gewoon 250 van die packs ga openen. Dus gegarandeerd 25 Team of the Seasons. En de kans is 25% op een gewone special kaart. Maar we gaan ze gewoon allemaal openen. En ik ga hier super lang zitten. Ik ga trouwens de tijd even bijhouden. En ik denk dat ik echt heel lang bezig ben. Dat kan niet anders, want 250 packs, dat is echt heel veel. Maar we gaan gewoon lekker door. Ik heb meteen al 2 informs. Dus op zich is dat wel sick, want je krijgt niet gegarandeerd een inform natuurlijk. Of is het per kaartje dat dat telt? Ik weet niet precies. Nee, nu krijgen we al 2 packs achter elkaar niet. Dus dat is best wel speciaal, 2 special cards in 1 pack. Maar ik probeer aan jullie gewoon een beetje de hoogtepunten te laten zien. Want als het goed is, krijgen we om de 10 packs ongeveer Team of the Season. Ja, dat is logisch als de kans 10% is. Maar als we gewoon een Team of the Season krijgen, of een andere kaart, dan krijgen jullie dat te zien. Maar we hebben nu al Team of the Season. Dat is nice. Ik zal trouwens ook even bijhouden hoeveel Team of the Seasons we krijgen. Dat is op zich ook wel leuk. Dan kunnen we kijken of het inderdaad een beetje klopt. Als het klopt, dan moeten we aan het eind de 25 krijgen ongeveer. Maar we hebben nu al nieuwe. Holy shit. Dit is ziek nice. Eerste Team of the Season die we krijgen is meteen een nieuwe. En jullie weten het. Ik heb al heel veel Team of the Season. Dus de kans op een nieuwe is echt heel klein. Dus dit is alleen maar mooi meegenomen. Maar we gaan er natuurlijk nog veel meer krijgen. Maar dit is al een heel lekker begin in ieder geval. Ja hoor. Alweer een Team of the Season. Lol. Ik heb nu sowieso nog lang geen 20 packs geopend. Maar we hebben al wel 2 Team of the Season. Dus het zou maar zo kunnen dat we in verhouding nog veel meer gaan krijgen dan 10%. In ieder geval tot nu toe ligt de verhouding hoger dan 10%. Alleen was deze niet al te best. Maar we gaan natuurlijk gewoon lekker door met packs openen. Dit wordt dan trouwens ook zoveel knippen en plakken. Want ik knip natuurlijk alle slechte packs ertussenuit. En alle goede packs wil ik aan jullie laten zien. Maar ja, wordt heel veel werk. Maar dan zou ik het wel waarderen als jullie gewoon allemaal een massaal duimpje omhoog smashen, weet je. Als we nu ook op deze video ook 3000 likes zouden kunnen halen. Zou super awesome zijn. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren natuurlijk. Als je dat op de een of andere manier nog niet hebt gedaan. Maar we gaan gewoon lekker verder. Ik zie jullie weer als we weer een Team of the Season hebben. Ja hoor, volgende Team of the Season is een feit. Dus derde Team of the Season van deze video al. Wie is dit? Ik heb geen idee of ik deze al heb. Ja, ik heb hem al wel. Dat is dan weer jammer. Oh, Carrasco is dat natuurlijk. Op zich prima kaartje. In ieder geval weer een nieuwe erbij. Nee, geen nieuwe. In ieder geval een Team of the Season erbij. Was het maar een nieuwe. Oh, wat? We krijgen er gewoon 2 achter elkaar. Dan hebben we er nu al 4. Wat fuck? Dit gaat echt wel lekker. Zou dit wel een nieuwe zijn? Weer België? Zou dit weer dezelfde zijn? Nee, dit is niet dezelfde. Dit is, hoe heet die ook? Witzel is het volgens mij. 93 rated. Het is inderdaad Witzel. Goeie Team of the Season. Dus zeker tevreden mee. We krijgen echt zoveel dubbele Team of the Seasons ook op deze manier. Maar het zou mooi zijn als we er nog een paar nieuwe kunnen krijgen. Maar what the fuck? We pikken er gewoon 3 achter elkaar. De kans moet maar 10% zijn. Waarom krijgen we zoveel? Dit is echt niet normaal. Nou, Nederlands spits, dan kan is dit natuurlijk Van Persie. Of ja, dit is inderdaad Van Persie. 94 rated, heb ik ook al, maar het is wel echt een goeie. Dus daar ben ik zeker mee te blij mee. Mijn pack look tot nu toe is echt on point. Dit is echt heel ziek. Maar ik denk dat we dan wel na een tijdje, gewoon een tijdje krijgen, dat we helemaal geen Team of the Season meer krijgen. Als we nu zoveel krijgen, zeg maar. Ja hoor, alweer een Team of the Season. Ik vind het echt lijp hoeveel Team of the Seasons we tot nu toe krijgen. Dit is echt heel bizar. Weer Nederland, wie is dit? PSV, dit kan Dumfries zijn, dit kan Luc de Jong zijn, maar het is Dumfries. Heb ik ook al, maar het is weer gewoon een 90 plus Team of the Season. Echt heel nice. Weet je, qua traden is het zo nice, want al die Team of the Season zijn ook gewoon veel coins waard. En we gaan zo hard. Ik verwacht echt dat we ruim over de 25 gaan zelfs op deze manier. Dat weet ik trouwens bijna wel zeker, want we krijgen echt veel meer Team of the Seasons dan 10%, zeg maar. Dit is zo'n birthday. Oh, dat boeit niet. Die heb ik toch allemaal al. Yay! Weer een Team of the Season. Als ik het goed heb bijgehouden, zitten we momenteel op de 8 Team of the Seasons. Tel dat we nog niet eens zo extreem lang bezig zijn. Dit is volgens mij... Ja, deze heb ik volgens mij al. Ik dacht laatst dat dit een centraal verdedigende was. Maar dat was hij toen ook niet. Toen was het ook die linksmiddel. Inderdaad, deze had ik ook al. Maar in ieder geval weer 90+. Dus dat is nice. Echt heel bizar. We gaan al richting de 10
Team of the Season. Yay, Team of the Season nummertje 9. Dan moeten we hier nou nog eentje krijgen. En dan zitten we al op de 10. Zo dit, maar nee, dit is Koulibaly of zo. Koulibaly. In ieder geval, die is volgens mij 96 redenen. En dat is inderdaad het geval. Dus de beste Team of the Season tot nu toe die ik heb gekregen in deze video. Dit zijn echt hele waardevolle kaarten. Dus dat is echt heel chill. Ik heb hem natuurlijk al wel, maar twee echt beast. Nog eentje en ja hoor, weer eentje. Dat betekent dat we nu de 10 hebben gehaald. Holy shit, wat hebben we super snel de 10 Team of the Season gehaald. Dit is echt heel bizar. Zou dit Messi zijn? Oh nee, deze kill heb ik al wel vaak gekregen. Dat is echt kut. Je hoopt dan natuurlijk op Messi als je Argentijns vlag ziet. Maar ja, die kans is natuurlijk in die mini klein. Maar in ieder geval weer eentje. Dit is echt ziek. Wat? 2 in 1 pack. Dan hebben we er momenteel al 11. En die andere is wel nieuw. Oh, what the fuck. Deze video wordt zo ziek, jongen. Dit is echt niet normaal. Echt heel bizar. Misschien kan ik deze video trouwens beter opsplitsen in 2 delen. Want ik ben natuurlijk best wel lang bezig met het openen van al deze packs. En als ik alles ga doen in 1 video, dan heb je echt kans dat die super lang wordt. En dan kan ik het misschien beter verdelen in 2 video's. Ah, we zien het wel. Ik ga in ieder geval nog een tijdje door. En dan zie ik wel halfwege of zo. Of als we rond de 400 punten zijn, wat ik dan ga doen. En hier is de volgende Team of the Season al. Dus dan hebben we momenteel al 12 Team of the Season. Kom op, laten we weer even een nieuwe zijn. Dat zou mooi zijn. Chili? Nee, geen idee. Maar volgens mij heb ik deze al. Ik heb in ieder geval de club-landcombinatie heb ik al wel eens voorbij zien komen. Inderdaad, dat klopt ook. Deze had ik ook al. Maar het is in ieder geval weer eentje. Dus dan hebben we momenteel 12 Team of the Season. Dit keer geen 2 in 1 pack. Dat was echt lijp, jongen. Net 2 Team of the Season in 1 pack. Ik hoop dat we dat nog een keer kunnen krijgen in deze video. Volgende Team of the Season. Team of the Season nummer 13. 13 is natuurlijk normaal een ongeluksgetal. Maar ik hoop dat dat nu een geluksgetal is. Waardoor we een nieuwe kunnen krijgen. Maar ik denk dat ik deze al wel heb. Ja, deze heb ik inderdaad al wel. Maar het is in ieder geval weer eentje. Dit is natuurlijk Premier League. En deze kill zie ik ook best wel vaak bij langskomen met traden en zo. Best wel veel mensen hebben deze al. Dus op zich niet een hele speciale. Maar het is in ieder geval weer eentje. Dit is een hero. Die heb ik volgens mij ook allemaal. Dus kan sowieso geen nieuwe zijn. Nou, ik zie jullie weer als we weer eentje krijgen. Ah, nee. We krrijgen een Team of the Season. Maar het is geen walkout. Dan weet je eigenlijk sowieso dat het niet echt een goede is. Maar het is er natuurlijk wel eentje. Dus ik moet hem niet vergeten te noteren. We hebben momenteel 14 Team of the Seasons. Maar om al deze packs te gaan openen, ben ik ondertussen wel achter. Dit gaat ziek lang duren. Dit is echt niet normaal. Maar omdat je zo vaak ook gewoon Team of the Seasons krijgt, is het ook gewoon leuk. Dit is Team of the Season nummer 15. Heb ik ook al. Maar dit is echt heel bizar. Ik denk, ja, ik weet het nu trouwens wel zeker. Ik ga deze video opsplitsen in 2 delen. Anders wordt dit gewoon echt te gek. En ik vind het ook chill om eventjes pauze te hebben tussendoor. Dus dan stop ik gewoon halverwege bij de PC-bestoken. Dus als ik net iets onder de 400 zit, dan stop ik even met opnemen. En dan gaan we daarna weer een keertje verder. En dan maak ik daar een video van. En die komt dan morgen online. Dus jullie hoeven niet lang te wachten. Maar dit is zo ziek, jongen. Zoveel zieke kaarten in 1 video. Echt heel bizar. Ik denk dat we trouwens nog wel de 20 kunnen aantikken. Zeg maar deze video alleen al. Lol, what the fuck is dit voor een pack? Lol, ik zit gewoon de hele tijd natuurlijk packs te knallen. Maar dit is geen Team of the Season. Maar we krijgen zoveel Champions kaarten. En een van de Champions League kaarten, ja. Plus nog een Inform. Is wel heel bizar. En zo waren ze natuurlijk best wel goede kaarten. Dit heb ik nog nooit gehad uit zo'n gewoon elite pack. Dus dat was wel even een heel bizar pakketje. Volgende pack is weer een Team of the Season. Dus dit is Team of the Season nummertje 16. Kom op, ik wil weer een nieuwe. Dat zou mooi zijn. Duitsland. Bayern München, dan kan dit best wel een goede zijn. Centraal verdedigen. Ik denk dat dit Schürrle is. Die heb ik al wel. Maar het is inderdaad Schürrle. Het is in ieder geval 90 plus weer. Dus dat is mooi. Het is natuurlijk beter dan die niet-walkouts Team of the Season die je krijgt. Maar we kunnen nog ongeveer 100 packs openen. Nou, nee. Ik bedoel 100. Nee, geen 100. Dat bedoel ik helemaal niet voor deze video. Ik bedoel dat we een stuk of 20, 30 packs kunnen openen. Ik zat helemaal verkeerd te rekenen. En dan stop ik voor deze video. En dan gaan we morgen weer verder. Ja, nice. 17e Team of the Season. Ah, ik weet het bijna wel zeker. Vandaag gaan we al de 20 Team of the Season packen. Echt heel bizar. We krijgen echt veel meer dan verwacht. De kans is veel groter dan 10%. Ik snap niet waarom ze 10% inzetten. Want ik krijg veel meer dan 10%. Weer 89 Team of the Season. Best wel goede Team of the Season is dit trouwens. Qua statistieken is die echt ziek pro. Ik heb er nog niet mee gespeeld in FIFA. Maar dat kan ik zeker een keertje gaan doen. Want hij ziet er echt ziek uit. En dit is de eerste icon van deze video. Ook leuk. Het is geen moment icon. Maar dat maakt niet heel veel uit. Wie is dit? Dit kan Maradona zijn eventueel. Dat zal ziekbaar zijn als dat het geval is. Nou nee. Die heeft geen centraal middenkaartje. Wie is dit wel? Ferron, 90 eten, dikke prima. Is alsnog een heel goed kaartje natuurlijk. Is de icon, op zich ook wel leuk. Die kon er ook nog wel even bij deze video natuurlijk. Ja, nice, oké, dit is Team of the Season nummertje 18.
Het is wel weer een non-walkout. Ah ja, maakt niet uit. Het is in ieder geval weer een team of the season. Dus dat is nice. Nog 2 te gaan. En we hebben gewoon de 20 team of the seasons alleen in deze video al. En dan hebben we ook nog de video van morgen. Het kan best wel zo zijn dat we met beide video's samen meer dan 40 team of the seasons gaan pakken. Misschien wel de 50 in totaal. Maar daarvoor moeten jullie natuurlijk ook de video van morgen kijken. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Nou, ik zit ondertussen onder de 400 PC Bits tokens. Ik weet het goed gemaakt. Ik moet nog 2 team of the seasons voor de 20. Als ik de 20 team of the seasons heb gehaald, dan stop ik. Dus we gaan nog 2 team of the seasons sowieso packen deze video. Dus ongeacht hoe lang ik door moet gaan. Dus ik zie jullie zo meteen bij de laatste 2 team of the seasons. Maar ja, ik heb al best wel een tijdje nu geen gekregen. Maar vroeg of laat gaat die wel weer komen. Ja hoor, dit is de eerste. Dat betekent dat we hierna nog 1 team of the season moeten packen voor de 20. Maar ik ben benieuwd wie dit is. Is dit weer dezelfde? Nee, dit is een ander logo dan dat ik net had. Heb ik deze al? Ik heb geen idee. Nee, ik heb hem nog niet. Nice, weer een nieuwe Team of the Season. Derde nieuwe Team of the Season van deze video. Dus dat is wel even heel chill meegenomen. We gaan dus nog 1 net zo lang door totdat we de laatste Team of the Season gaan krijgen. Dus de kans bestaat dat we eventueel nog een nieuwe krijgen. Maar dat wordt dan wel de laatste Team of the Season van deze video. Ja, dit wordt hem. Dit is de laatste. Oh, dan moeten we wel afsluiten met geen walkout Team of the Season. Maar we hebben nu gewoon de 20 Team of the Seasons gehad. Dit is echt niet normaal. Ik heb iets meer dan de helft van mijn tokens opgemaakt. Maar we kunnen morgen, zeg maar de video van morgen, kunnen we nog in totaal 120 Team of the Season packs openen. Dus dat is ziek veel. Dus bijna de helft kunnen we nog morgen openen. Dan ben ik benieuwd of we dan weer de 20 kunnen halen. Dat zou echt geniaal zijn. Maar dit ging zo lekker, jongen. We hebben echt weer mooi wat Team of the Season erbij gekregen. Ik ga echt hardop weg naar alle Team of the Season. En ook hardop weg naar de 100%. Want als je hier kijkt, ik moet helemaal niet zo heel veel kaarten meer hebben. Dit is echt heel bizar. Nog 57 op de lead zijn. Dit is echt heel insane gewoon. Maar dit was echt een zieke video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ja, vergeet natuurlijk niemand zal dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik eigenlijk tot slot nog weinig te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!